Ik heb zojuist een bloemetje gelegd bij het graf van Private Jack Johnson. Hij is op 15 november 1944 gesneuveld hier in Leverhoy. En net als 362 andere graven hier op het Brits Kerkhof is er elk jaar aandacht voor de gevallenen, de mensen die gestreden hebben voor onze vrijheid in de Tweede Wereldoorlog. Het Brits Kerkhof lag jarenlang aan de rand van Nederweert en ligt er nu middenin. En wordt ook omarmd door de mensen van Nederweert, want de stichting Adoptiegraven, die begonnen is de 363 graven vrij te geven voor adoptie, daar loopt het storm. En meer dan de helft van de graven zijn al geadopteerd en ik heb dus ook zo'n graf geadopteerd van Private Jack Johnson. Zodat je zo nu en dan nog wat meer nadenkt bij de gezichten achter de soldaten die voor ons gestreden hebben. Het is vandaag in Nederweert Remembrance Day. En dat is de eerste zaterdag na 11 november. En vandaag op heel bijzondere wijze in verband met corona. Vandaag herdenken wij in het bijzonder de 363 Engelse militairen die hier op het militaire kerkhof in Nederweert hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ieder jaar rond 11 november herdenken wij deze helden die voor onze vrijheid gevochten hebben, ver van huis en daarmee het grootste offer, hun eigen leven hebben gegeven. Dit mogen wij nooit vergeten. Zelfs niet in deze coronatijd, waardoor u hier niet bij aanwezig kan zijn. U, die ieder jaar als trouwe bezoeker aanwezig bent. U, die als militair, veteraan, ieder jaar hier uw bijdrage levert als banierwacht. U, die uw muzikale bijdrage levert in een van de harmonieorkesten. Of u, die ieder jaar hier het Wilhelmus komt zingen als lid van een van de koren. Met uw gedachten bent u er zeker wel bij. En dankzij Nederweert 24 kan ik u toch toespreken als voorzitter van de Bond van Wapenbroeders. Vandaag herdenken wij al deze militairen niet alleen, wij omarmen ze ook. Dit jaar is er een nieuwe dimensie ontstaan door het initiatief tot oprichting van de stichting Adoptiegraven Nederweert. En ruim 250 adoptanten hebben dit weekend de gelegenheid om bij hun graf van hun geadopteerde Engelse militair een bloemetje te leggen. En zo worden alle militairen hier bloemrijk omarmd. Samen met onze almoezenier pastoor Van Kan leg ik straks namens u en in het bijzonder namens onze veteranen en militairen een bloemstuk. En ik doe dat ook namens de Engelse vertegenwoordigers. En heel in het bijzonder namens de Royal Army Medical Corps, die hier ieder jaar trouw vanuit Duitsland aanwezig zijn, maar dit jaar door de coronaperikelen hier zelf niet in persoon aanwezig kunnen zijn. Ze hebben wel gezorgd voor een poppiekrans die straks zal worden geplaatst bij het graf van Erik Harden. The soldiers who are buried have brought the highest sacrifice that can be asked of a soldier. They came from far away, from several countries of the Commonwealth, to liberate us here in the Netherlands. We commemorate all these soldiers as a token of respect and gratitude. Also this year, where the representatives of the Royal Army of Medical Corps themselves cannot be present due to the corona crisis. We in particular commemorate their friends who perished. Ik denk daarbij in het bijzonder aan James Forster en Erik Harden. Deze laatste rende als brancardier tussen de Duitse beschietingen door naar een gewonde kameraad om hem vervolgens onder het Duitse vuur weg te halen.
En nadat dat huzarenstukje was uitgevoerd, vond zijn commandant het te gevaarlijk om op deze wijze nog meer gewonde kameraden van het schootveld weg te halen. Ondanks deze waarschuwing wilde hij nog twee andere kameraden redden. Het heeft hem zijn leven gekost. En uit waardering voor zijn moed zullen we ook bij zijn graf een bloemstuk leggen. Vandaag besteden we ook extra aandacht aan het Royal British Legion Holland Branch. Er bestaat al jaren een nauwe band tussen de Bond van Wapenbroeders en het British Legion. Dit jaar is die relatie nog versterkt doordat onze secretaris, de heer Peter Schreuders, tevens nauw betrokken is bij het British Legion, evenals zijn familie. Dit jaar is hun slogan Remember Together. En dat willen wij dit jaar onder de huidige omstandigheden nog eens duidelijk onderstrepen. Samen herdenken. Dames en heren, waarom moeten we dit ieder jaar blijven herdenken? Velen van u kennen nog de foto's en filmbeelden van vrouwen en kinderen met holle ogen uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe Joodse families van huis en haard wreed zijn verdreven om vervolgens in overvolle veewagons te zijn vervoerd naar concentratiekampen. En daar werden zij alle 6 miljoen in totaal, waarvan 1,5 miljoen Joodse kinderen vergast of stierven de hongersdood. Wat betekent dit nog als nieuwe generaties de onderliggende verhalen niet meer kennen? De verhalen over de gewelddadige oorlogsjaren. Het is de taak aan ons om ook in de toekomst deze verhalen levend te houden. En daarom zijn wij hier en zullen dit altijd blijven herhalen. We spreken de exhortation uit op deze Britse begraafplaats in Nederweert. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. Lord our Father, we pledge ourselves to serve you and all humanity in the cause of peace, for the relief of want and suffering, and for the praise of your name. Guide us by your Spirit. Give us wisdom, give us courage, give us hope, and keep us faithful now and always. Bless the persons who died here in our area and who are buried here at this British War Cemetery at Nederweert. Give strength to the families, friends and comrades who still mourn about their precious lost of their dear ones, who are buried in a foreign country. Bless us that we make peace with each other through Jesus Christ, our Lord. Amen. Heer, geef rust aan de 363 militairen die hier begraven liggen, die gevochten hebben voor onze vrijheid en die op Gods akker nu rusten, op dat kleine plekje hier, Engels grondgebied. Zegen ook ons, opdat we instrumenten kunnen zijn van vrede en gerechtigheid, die geen geestelijke muren bouwen, maar bruggen naar elkaar, in navolging van deze soldaten die hun leven gaven, hun families achterlieten. Op ons rust een zware taak, dat we die bewust ook op kunnen nemen en kunnen uitdragen naar elkaar, door Christus onze Heer. Amen.
Mijn zoon en ik, wij komen hier vandaag bloemen liggen bij ons adoptiegraf. We hebben als gezin hebben we 3 adoptiegraven hier. En hier komen we vandaag ons bloemke liggen namens alle adoptanten.